stijl aan het filmen, ja. Ja. Let's fucking you. J-School. What's up, J-School? Goedemorgen, welkom bij een nieuwe vlog. Ik ben Jamila Baidoo en hier is goed om eens aan het filmen, because he's my personal cameraman. Are you seeing something? Ja. Just say yes, it's true, hè? Yeah, it's true. Oh, I was forced to do. You're forced to do. Yes, just, allez, oh. Dat ken ik niet meer. So falling off. Ik heb er nog niet één afgetrokken. Ik kon die er ook gewoon ineens allemaal aftrekken, want dat is ook zo belachelijk. Het was like, een leuk idee, maar... Oh, joh. Ik had u gewaarschuwd, of niet? Ja, maar ik zeg daarna tegen u, ah ja, ik zal dat dan wel gewoon met één blok gewoon tegen de muur plakken en dat eraf trekken. Ja, nee, that's not so special. Ja, it's not, hè, maar ja, zo is het ook niet special. Ja, yeah, so we're gonna trek het eraf. Oh my god, holy moeite voor niks. You know how long I was standing. Vandaag is de eerste derde van fitness. Vanavond. So excited for this. Nog een kilo eraf, nog een kilo eraf, nog een kilo eraf. Zeg, eraf, ik is nog meer moeite dan erop aan, ja. Yeah, people, it's all clean again, hè. Trouwens, even mijn doggy. He's getting fat. Ja, maar nee, echt serieus. Die is echt enorm zwaar ineens. Maar als er iemand weet hoe dat zou kunnen komen, want dat was van een ene dag echt op de andere ineens. Ja, zij was bij vrienden geweest. En ze komt terug. Beetje als gastje mee. En ik pak die hond op en hij was like, man, it's getting heavy. En ik zeg dat en zei, nee, dat is niet waar. En van de nacht stuurt hij, it's zwaar. Ja, inderdaad, want ik had gastje opgepakt van de nacht en die was echt zwaar. Maar snap je, maar die had zelfs niks gegeten bij die vrienden of zo. En ineens, de dag daarna kom ik terug zonder dat hij nog iets gegeten had. En die was echt... Dikker? Ja, zwaar ineens. Zou dat iets medisch kunnen zijn of zo? Want she's like heavy ineens, hè? Ja. Echt zot. Een dikke boelie boe. Een dikke boe boe boe. Oh, liefje. Don't be so fat as your mommy, hè? Yeah, she is a good example. Yeah. Like this belly here. Can I have a kissy? No, no kissy. Oh, yeah, kissy. Zit aanschaven, ik kan niet met u. Ik kan niet met u. Ja, zo, daar kan ik niet mee. You cannot schuiven aan daar, hè. Allee, ja. Je krijgt om het kwartier een pisbui, dus dat gaat al niet zo, deze. En ik moet om 1 uur eten. Ja, yeah, but I need my food. Ja, dan moeten een andere Albertijn zoeken, hè. Er is geen, hè. Oh, take the camera en... I'm not, hè, want dan they're gonna see me. Oh, is zo not taking the camera, daar ken ik niet mee. Ja, dan zal ik mijn wachtavontuurtje hier maar filmen, hè. Maar, Gesha, zie dat ik om 1 uur thuis ben, hè. Ja, I'm gonna do my best, hè, allee, ja. Oh, echt waar, wow, je such een incognito. Ja, sorry, zo, I don't have sin in people. Ja, dat zijn allemaal jongeren, dus zijn de stress is dat die herkend gaan worden nu en zo. Hoe ziet hij erna uit met die kap en dat masker? Ik denk dat nog steeds veel jongeren die eens gewoon zouden herkennen langs zijn achterkant. Hè? Dat is manier van wandelen en zo, hè, dat hij redelijk herkenbaar maakt. Allee mensen, he survived. Hè? He's back. Back on track. En ik kon nog op tijd thuis zijn voor het eten. He's so eating vegetarische shit. Ja, dat moet je al niet doen, een burger, maar goed, oké. Okay. Maar spinazie en deze. Ja, dat zijn degenen die ik heb. Die zijn goed. De reden dat hij nu vegetarisch aan het eten is, is niet omdat hij een vegetariër wil zijn, maar omdat... Hij is aan het diëten en vegetarische vleesvervangers bestaan gewoon puur uit plant, snap je? Dat is eigenlijk allemaal plant-based. Waardoor het ook een pak gezonder is. Hij heeft ook shawarma bij, vegetarische shawarma. Dus er zijn een pak minder calorieën in als echte shawarma ermee. So yeah. Dat is de reden waarom ik hem dat doe. Ik kan hem nog altijd eigenlijk precies vettig eten, maar eigenlijk is dat toch gezonder. Dat is like een goed idee, hè? Ik vind al beter dan enkel tonijn op een dag, hè, mensen. And there he goes again with the tonijn. En de ertjes en een cracker, maar vanavond gaat hem rijst met vegetarische shawarma of kip. En paprika. Paprika. Let's go. Yes, this is my food. 2 hardgekookte eitjes, een klein beetje zout gestrooid en een gastje die dan schooien is. Dus always schooien vanaf daar, hè. Maar ja, die moet op dieet, is te zwaar.
Not, Jasje, er is iets mis mee, medisch, of die is gewoon... Ik ben er juist kinderen zo in de vuilbak aan het grozen, dus ja, ik denk het just because she's fat. Because, hier gewoon onze slechte gewoontes overgenomen. Dat kan toch niet, hè, for sure. Nee, Jasje, dat kan niet, ja. A fat bitch. You cannot be a fat little bitch, hè. That's so gross, don't do that. Hey, doe zo. Yeah, but still, it's like big deal. So making a soepje. Oh, zoveel groenten aan, joh. Wat zoveel groenten. Die zakken dat ik had, die waren al overdatum al. Dus ja, ik moest dat wel vandaag maken. Het is cool, hè? Veel groentesoep. Ja. Yeah. Allee, veel groenten, veel soep. Soep, ja. Maar het is zo burning, hè. Oh, gebrande soep is ook lekker. Smelt wel goed. Ja. Oké, we're going for de rotste job op aarde en dat is dat zwembad weghalen. Oh my god. Huh? En dat moet eerst... That one is there. Yeah. Weird hair. Eerst moet dat onderste... Hey, dat is... Dus jij gaat daarin staan, of hè? Ah ja. Echt? It's gonna be cold. Huh? Ja, succes, hè. Allee, oh. Dat ken ik niet, mensen. Die komt over bij ons gelopen. We hebben geprobeerd voor die twee darmen in dat water te doen en dan te zien welke dat trekt, welke dat lost. Pompt. Ja, pompt. Maar het werkt niet om dat eruit te pompen, dus ja, Jens zal toch met zijn voetjes erin moeten. Ja. Oh my. En? Oh, god. Echt? Oh. Ja, dat is echt... Maar oh, je voeten alleen kan toch niet zo koud zijn? Allee, bedoel... Ja, eens dat je erin staat, is dat... Gooit dat daar bij de buren, hè. Excuus, ik moet eerst die een drift. Wat die een drift? Cleaning, hè? Eerst cleaning. Toch eerst leegmaken en dan cleaning. Mijn vrienden. Mijn vrienden. Welke vrienden? Ik wil zeggen mijn vriezen. Maar ik ben aan het bevriezen. Amai, echt. Oh, wij weten alweer zo fucking lang. Daar kan ik je echt niet missen. Kunnen wij dat gewoon niet omkappen? Ja. Dat krijgen we niet omhoog, er zit nog te veel water in. Zie dat gastje daar niet per ongeluk staan, joh. Oh, zo ligging hier. He's not afraid. Nee. Try to pet it. Hallo. He's not going. Try to... Dat gaat niet, ik raak nooit tot daar. Ah, gastje is hier, oké. Okay. Dat wordt warm na een tijd aan je voeten, nee, hè. Nee, het is kouder en kouder. Like, just feel it, hè. Ja. Zet je goede oefening wel, zo. Ik kan strak al fitnessen, snap je? Ja, dus mensen, het plan is dat we dus proberen voor die palen er nu overal uit te halen. En dan dat helemaal plat laten gaan. Maar ik kan me niet inbeelden dat we dat omhoog gaan kunnen krijgen nu. Je kunt dat toch niet gewoon omhoog krijgen nu? Dat is kei zwaar. Ah, op mijn teen. Ah. Wat een dom idee. Probeer het een beetje langs aan de kant te doen, links, zodat dat zo niet overal op één plek is. Oh, kan niet met die allee, zo sterk eens. Oh, what the fuck? Yeah. Yeah. Veel gazon schiet daar niet van over, maar geen stress, Mark. It's all gonna be fine. Ja, go, ik ga mee trekken hier. Hè. Huh? Go, 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 go. Ah, mijn teen, teen. Nee, 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 je schoen is hieronder. Je schoen get is hier. Get it on die carrière. Dat gaat niet. Auw. Ah, such a beast, Kenny. Waar? Deer. Jesse, no pool niet meer, hè. Nee. Echt niet, hè. Ik wil geen zwembad niet meer. We zullen wel ergens gewoon zwemmen dan. Bij Myrthe, hè. Myrthe, if you see this, we coming. Ja, bij Myrthe. En gewoon bij mensen die daar een ingebouwd zwembad hebben. Want dat is gewoon niet, hè. Ziet dat nou, oh joh. Ken ik echt niet meer. Jasje ligt daar toch niet ergens onder. Ah, oké, ze is binnen. Dag Jasje. Wacht, hè. Ah. So annoying. Shit, man. Yeah, that's a little lease part of having a pool, hè. Yeah, it's a little lease. What you doing? I told Jens to put more water, maar ja, then he was like, no, it's good, en nu vind je zo te weinig, so I'm gonna mix it, hè. Pas op, hè, want...
En dat zuigt zo naar de bodem. En je moet ook aan de bodem zitten. Maar je moet dat wel schuin houden. Ja, de soep is ready en it's a good one, zo. Maar. We hebben dat zo wat goed afgekruid met wat lookpoeier en zo. Amai. Lekker. Mensen, Timmy is arriving. We are going to the fitness. Ja. Had ik nooit niet gedacht dat ik dat met u zou doen. Nee, ik ook niet. Maar ja, ik ook niet mee, want jij hebt dat niet nodig. Snap je? Jij ook niet. Waarom doe je eigenlijk? Hetzelfde voor u, hè? Ja, dat is niet. Better body. Ja, yeah, oké, okay, true. Maar dat zit van echter gewoon voor de veiligheid, even qua corona en heel die shit. So yeah, we're going in Dendermonden, I think, hè? Yeah? Ja. Yep. Wanneer is de laatste keer dat je hebt gesport? Mijn laatste keer dat ik heb gesport, telt bitsport er ook bij, of niet? Nee, ja, met mijn vorige dieet, hè, dat zal ondertussen wel een half jaar geleden, zeker. Dus ja, dat begint dat even zwaar zijn wel, hè? Ik kon dat wel voelen. Wat ga je allemaal doen? Ja, je hebt like, het schema. Dus eerst als ik echt even met die man doen. Als ik binnenkom, eerst moet ik 15 minuten cardio doen. Dus dat is gewoon zo 5 minuten zeg het eens, fietsen, te cross-trainen en dan nog eens roeien. En dan moet ik dat schema volgen van gewichten. Even vandaag is het eigenlijk bovenlichaam, dus armen en zo. En dan de woensdag is de leukste dag, omdat dat zo benen is en dat is zo het gemakkelijkste, vind ik. So, yeah. En hoe verloopt het dieet? Wat eet allemaal? Ik eet 's morgens gewoon 3 stukken fruit. Dan nadien 's middags is er al zeker. Nou ja, 2 hardgekookte eieren en 1 rijstkoek. Ja. En dan nadien zo tussendoortje dan zo gezegd is dan yoghurt met druiven en een paar walnoten erin. En dan eet ik 's avonds. Oftewel soep, heb ik vandaag gemaakt dan, verse soep, oftewel rijst met ja, vegetarische kip in mijn geval en paprika, dus ja. Wanneer is een cheat day of is dat per periode? Nee. Misschien na een tijd dat ik dat eens één keer, en ook geen cheat day, dat zou eerder gewoon een cheat meal zijn, dus niet ja. Een volledige dag, snap je? Maar ik denk niet dat ik, zolang je dat niet volledig en nodig hebt, moet je dat niet doen. Zo. Want ik geniet wel van de eten dat ik eet eigenlijk, zo. Goed, ik heb juist die trappen gelopen, ik ben al kapot. Maar we moeten nog 10 minuten wachten, ons kaartje wordt nog niet geaccepteerd, dikke sigaar. En wij gingen er zo binnen en wij gingen zo ineens met 2 binnen zo. Toen kwam de nodige commentaar. We zijn in een seconde. Ja, we zijn al begonnen helemaal. Als je alleen die I verandert naar een A, dan is dat echt een heel ander gegeven. Dan is dat zo'n code voor hierover bij de McDonald's. Oké, okay, goed. We're going for the cross trainer. Heet dat shit. Maar goed, dik zijn is erger. Thailand filmen, ja. Ja. Ah. Let's fucking you. Oh. Abo? Oh, je vliegt daar echt zo. Echt zwaar. Zo moet je dat doen, Jens. Ah, oh, moet je nog op start doen? Ik ben al bekend 2 minuten bezig. Ik heb altijd wel leuke uitzicht in de fitness. Zoals lockers. Uh-oh. Ja. Wat is er aan de hand? Verduizelig. Mijn lichaam is daar even niet gewoon. Maar de eerste 10 minuten zijn een feit. Zonder ja, ja. Opgeven, dus... Zeker en best. Nog een uur te gaan. Ik ben gestopt ofzo. Ik ben wel blijven gaan, maar ik voelde dat ik ging pijsten. Dus. En de zweetdruppeltjes komen er ook al, zie ik. Ja, ik heb mijn normaal gezien nooit. Ja, toch wel al. Oh my god. Ik heb mijn haar wat los. Ik heb dat wel terug vast gedaan. Want ja, logisch is dat ook niet. Dit zo'n product op. En wat is het volgende? Groeien. En dan krachttraining, ja. Want ik haat cardio. Van cardio word je ook echt zo moe. Mijn krachttraining dat is zwaar en dat brandt van de spieren, maar je wordt daar niet moe van. Nee, dat is. Allee, pas op. Roeien. Jamila gaat roeien. Echt waar. Hé, maar ik heb wel niet opgegeven. Nee, ik zou blijven gaan. Hè. Het was even heavy. Niet, ja, het was november. Maar ik zeg het. Ik was echt zo mottig ineens. Als ik ging flauwvallen. Maar, ik heb toch de seconde afgeteld. Hier heb ik nog eens 5 minuten en dan krijg ik erin. En dan is dat een eerste mooie sessie.
Maar ja, zeg het, na een week worden dat wel gewoon. Dat is zo. Trouwens, alles wat we nu hebben gedaan is gewoon opwarming. En dat is elke 5 minuten alles. Voor de mensen die dat willen weten. 5 minuten fietsen, 5 minuten krachttrainers en 5 minuten groeien. Timmy is going strong, de mensen. Roeien, roeien. Trek aan de riemen, dan ga je vooruit. Ik ben blij dat deze gedeelte erop zit en dat we krachttraining kunnen doen. Oké, so we did that. Even kijken, want toen op zijn gsm staan we wat we allemaal moeten doen en ik weet niet van buiten. Oké. Okay. Triangle row. Oké, okay, goed. Let's go for this one. People! Hoeveel is mij? Echt. Voorlaatste. 10. Trouwens, de mensen die dat fitness doen en zo willen zien dat ik iets verkeerd doe of zo, maar dat ook zeker weten, want ik wil mijn oefeningen juist uitvoeren. Yeah, so tell me. Go. Hoeveel schilo zit erop? 25? 15 nog maar. Oei, 25. Ja, inderdaad, Tommy. Ja, maar dat is zwaar, hè? Ja. Oh, dat is, moeilijk, is zo zwaar, hè, man. Zo aan dat touw moeten trekken, zo. Ja, maar je zit dat erin. Kan ik niet meer. Dat is echt zo, dat doet veel. Ja, ja, maar dat is echt vermoeiend. Dat krijg ik nooit meer af. Nooit. Onmogelijk. Nu toch nog. Ik heb dat langs met de fitness ook geprobeerd en dat is niet normaal hoe zwaar dat is op triceps. Dat is echt niet normaal. En... 3, 4, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30. Ja, dat is gelukt. Brand. 3 keer 12. Ja. Ik ga nog een keer kijken voor de zekerheid. Zonder dat ik je camera laat vallen. Ja, 3 keer 12. 7, 8, 9, 10, 11, 12. Goed bezig, zeg. Er zit niks aan gewicht aan neus, maar dat brandt, jongen, dat is niet normaal. Je ziet zo enkel alleen uw lichaam en uw hoofd is dat stiekem. Ah, echt? Ja. Hoeveel kilo's heb je genomen nu? 4. Dat is de laatste oefening. Mensen, normaal moesten nog iets anders doen, maar dat is niet gebruikt. Dus dan hebben we een vervanging gepakt er juist. Ik heb dat genomen. Ik heb 4. Hoeveel is dat? Dat is 8. Ja, dat niet onderschatten, hè? Dat weegt wel wat. Even straks alles kruisen. Ja. Gewoon zo, hè? Ja, ik denk curl met de curl staan, dus dat is een hammer curl dat moet draaien, snap je? Ja. 12 keer. Jij zwaait er echt mee. Normaal. Ook hier hetzelfde, met je dingen niet bewegen. Dat is echt zo. Dat is wel goed voor mijn borstjes. Ja. Ik voel ze nu al. Niet bewegen, ja. Ah ja, dat is direct al. Zijn jij nog aan het tellen? Ja, nog één. Oké. Ja, yeah, it's my turn, hè. Ik kan mijn camera niet meer omhoog houden, hè. Serieus. Oh, I'm gonna be so fit, gashen in this month. I'm gonna be so on fleek, gashen. Hey, Olympische Spelen 2024. Niet overdrijven. 8. Oeh. 2, de laatste. Zie, voilà. Je kan het, hè. Moet je dat altijd zo die liste, maar dat ik niet meer kan. How was your first day? Ça va, benen is leuker. Woensdag is een leuke dag. Ja? Ja, sowieso.
Dat is zo dingen wegschotten en zo. I love that, maar deze was wel... Allebei geen is moeilijk. Ja. Goed, dat was een sessie. Ik nu gewoon naar de McDo. Ja, zegt. Elke fitness en de McDonald's in de buurt. Elke. Elke. Dat is eigenlijk zo verkeerd, hè, maat? Ja, dat is. Ah, het is echt, echt heel dicht, hè. Nou ja, enorm. Mm. Echt, ja. Oeh, it's like done. Ja, super goed gedaan. Ja, jij ook. Kijk, ja. Oeh. Zeg, het maandag is van een kutdag, vind ik, voor te sporten, maar... Woensdag is leuk. Zo red fijn. You survived. En we zijn niet dood. We zijn niet dood, we leven nog, dus dat is chill. Nog. Maar je moet je er in godsnaam in geraken, hè. Dat gaat nooit, Jamé. Ik kom echt zo van de fitness. Snap je mensen niet? Ja, ja. Ja, hoe ga je dat? Hoe ga je dat? Oké, blijf filmen, hè. Ja. Dat kan niet, hè. Binnen een paar maanden zou dat gelukt hebben, man. Hè? Oh, oké. Ja, ze hebben het toch gedaan. Chapeau. Oké, ondertussen thuis aan het koken. Die eens gaat ook zijn maaltijd maken. Je kijkt er naar uit, hè? Ja. Ja, sowieso. Let's eat that shit. People, my food. Mijn rijst is bijna klaar. Dan kan die eens beginnen, want die heeft zelfs de pan nodig. Ja, een weeing things, hè. Ja, yeah, weer zelf, hè. Zou dat lukken dat je erop gaat staan? Dan breekt dat. Ja, yeah, probably. Yum. Wij eten nog eens samen, hè. Are you waiting? Ja, nee. Zo, dat duurt nog heel lang. Ik dacht dat je zei, we gaan eten samen. Zee, wij eten nooit samen. Ah, ja, true. Allee, die is zijn eerste fatsoenlijke maaltijd nog eens. Na je tonijn dieet. Ah. Waarom is het zo donker bij jou? Het is zo donker bij je weten, bij mij niet. Het is nat, hè. Dat verschil, allee, oh. Dat is allemaal aangebrand, hoor. Je ziet dat verschil, mensen, zie. Ja, ik zie het. Allee, oh. Burning food, good food. Maar wel lekker, sowieso. Bon appétit. Thanks. Allee, tell me what you think of the vegetarian kippen. Oh, ja. Yeah. Ik vind dat persoonlijk zelf niet zo'n goeie in deze. Die andere was veel slechter. Ja, sowieso. Gesjes. Ik begin te denken dat Gesjes zwanger is. She's so heavy, Ines. Maar het ding is, ik heb die nooit laten poepen met iemand anders. Hè. Maar die zijn een tijd toch gaan lopen, zo welke keren. Die was zo een paar dagen, soms zo een paar... Allee, wat is dat? Max een half uur weg of zo. Maar stel je voor dat er iemand is op gaan zitten, terwijl die in een andere tuin met een andere hond is geweest of zo. En die is erop gekropen. Allee, ik weet dat niet, hè. Maar die is echt zwaar, daar klopt iets niet aan. Toch? Ja. Kan ik niet meer. Zo heavy als je die oppakt. Kan je een beetje op een dieet zitten? Dus normaal had ik... Ja, if she's pregnant and you put on a dieet. Ja, maar ja, nee. Cool, jawel, ik moet die gewoon even gewoon naar een dosis van hetgeen wat ze mag eten op een dag en meer niet. Want ik durf ze ook wel van tafel te geven en zo. Dat gaan we dan ook niet meer doen. Maar even in het oog houden, because she's heavy. En een beetje meer beweging. Ik kan die morgen een beetje laten rondkrossen in een tuin en zo. Oh, zo met een hond op een dieet zitten en zelf ook op dieet zitten. Ik kan er niet meer. Was het lekker? Ja. Ja? Ja, natuurlijk. Ja, een Big Mac is lekkerder. Hè? Ja, dat is echt geen ingesteldheid. Je moet een levensstijl veranderen en dat is gewoon een dieet. Zo met stijmpel. Mijn levensstijl is gewoon... being fat. Oh, dat is niet waar. Je zult wel zien. Als je skinny bent, you're gonna love it. Hè? Oh, feeling so healthy alleen al door het water. Ja, ah. Ik ook. Op, op, op. Allee, begin. Zo, dat was een goed gevuld tijdje dat je het mij vraagt. Ik heb goed gesport vandaag, voel mij goed, voel mij energiek. Ik heb zin om woensdag al terug te gaan. Ik ben trots op die eens dat hem fatsoenlijk heeft gegeten vandaag in de plaats van enkel tonijn. En ja, ik ga de vlog hier ook afsluiten. Ik ga nog even mijn vlog bewerken en nog een filmpje zien. En dan hoop ik jullie morgen weer terug te zien om 5 uur, lieve schatjes. Mwah. Doei!